Nou, er zijn verkiezingen die soms wel nog iets meer aandacht krijgen. Hè? Als je, met name de nationale verkiezingen. Dus provinciale verkiezingen zijn soms wel iets minder onder de aandacht van de mensen. Maar het is ontzettend goed dat de regionale en ook de lokale media daar wel ook aandacht aan besteden. Want het gaat wel om belangrijke zaken. De provincie heeft behoorlijke verantwoordelijkheden. Die met name ook onder andere ook landschap, natuur, milieu raken. Waterschappen gaan we ook voor stemmen komende woensdag. Nou, we hebben nu heel veel water, maar afgelopen zomer hadden we een periode dat het heel droog was. Dus goed beheer van ons water is cruciaal ook voor mensen. Ze gaan het ook merken als dat niet goed gaat. Dus het is heel erg belangrijk dat mensen naar de stembus gaan komende woensdag. En het zal u niet verbazen dat ik me ook heel erg sterk maak voor een goede verkiezingsuitslag voor de ChristenUnie. Ik ken nou de zorgen die in het onderwijs zijn, die rusten ook dagelijks op mijn schouders. En daar ben ik ook heel intensief mee bezig om te kijken of we de scholen kunnen helpen. We zijn ook stevig bezig geweest al in het afgelopen jaar. Want dit is een kabinet wat enorm veel geld ook investeert in het onderwijs. Men wil nog meer geld hebben. En ik zeg altijd dat is legitiem. Maar kijk even naar het vorige kabinet. Die had helemaal geen geld voor onderwijs. En dit kabinet investeert in deze sector het meeste geld van alle onderwerpen die er zijn. Voor de salarissen, voor de werkdrukvermindering. Maar daarnaast blijven er nog steeds problemen over. Dus daar knokken we hard voor. Dat is inderdaad een groot onderwerp. Zoals er natuurlijk meer onderwerpen zijn waar we ons sterk van maken in deze tijd. En dat veel tijd vraagt, ja, als je daar niet tegen kunt, dan moet je iets anders gaan doen. Ja. U kunt nog enorm veel andere onderwerpen ook noemen die ons bezighouden. Die verklaring heeft me overigens iets minder bezighouden. Ik vond hem niet verstandig. En gelukkig hebben de mensen die dat uiteindelijk ook naar buiten hebben gebracht dat ook wel beseft. Want wij zijn een samenleving waar heel veel verschillen zijn op allerlei manieren. Maar we moeten wel met elkaar samenleving zijn. En we moeten elkaar ook respecteren en op een verantwoorde manier met elkaar omgaan. En niemand het gevoel geven dat hij niet bij die samenleving zou horen. Dat is ook een belangrijke opdracht ook voor politici, om zich daar sterk voor te maken. Ik zit op het nationale niveau, maar ik ben zelf ook altijd heel erg in de regio actief geweest. Als Kamerlid al, maar ik ben zelf ook raadslid geweest. Ook in deze mooie provincie. Want Overijssel, dat is mijn provincie. Hè? Mijn tussen aanhalingstekens, want er zijn meer mensen die dat kunnen zeggen. Maar ik voel me zeer verbonden met deze provincie. Er staan twee Almeloze kandidaten toevallig naast u. Ja. Niet toevallig? Nee, die zijn hier natuurlijk. Die maken hier ook natuurlijk campagne, voeren campagne en maken ook duidelijk waar ze voor staan. En het zou heel goed zijn als u ze ook even het woord gaf. Dan konden ze ook vertellen wat hun missie is, zeg maar. Maar ik steun hen natuurlijk. Ik ben ook blij met deze mensen. Waarvan we ook weten dat ze lokaal zich sterk maken voor een goed bestuur. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Dat jullie de regen trotseren om de onthulling van de winnende kunstenaar kunstwerk te zien voor de nieuwe haven in Almelo. We sluiten de periode van stemmen is afgesloten op 4 maart. En we hebben de stemmen geteld. Er zijn bijna 3000 stemmen uitgebracht. En de winnaar heeft 58% van de stemmen gekregen. En dat is toch wel heel bijzonder. Nou, jullie weten alle drie welke drie kunstenaars hebben meegedongen. Dat is een gevolg van een heel lang traject wat ervoor gelopen heeft met in totaal 98 kunstenaars die hebben ingeschreven. Waaruit er dan drie zijn geselecteerd die nu hebben meegedaan. En de mensen van Almelo hebben echt zelf beslist. En ik wil eigenlijk nu wel overgaan tot de onthulling, maar dat wil ik niet alleen doen. En dan wil ik graag Marijke en Yvonne, die ook al als inwoners betrokken waren, uitnodigen om samen met een schaar het kunstwerk te gaan onthullen. En dan zeg ik dus verder even, en ik noem geen naam van de kunstenaar, want dan weten jullie het. Als jullie nou eerst de binnenste draadjes doorknippen. En dan de buitenste. Even tegelijkertijd, 3, 2, 1, 0. Ja, laat maar los. Nou, een applaus voor de kunstenares Anne. Anne is hier aanwezig. Zoals ik net zei, Anne heeft 58% van de stemmen gehaald. Anna, gefeliciteerd. Dankjewel. Heel, heel leuk dat je het mag gaan maken. Wil je al even een korte reactie geven? Jeetje, nee.
ik ga even mijn paraplu. Ja, doe even de paraplu's weg. Mijn schoon. Ja, hij heeft niet. Nou, ik ben heel blij met de keuze van de mensen. Ik zal mijn eigen keuze niet verraden, maar ik vind, het komt er heel dicht in de buurt. Nee hoor. Ik vind het heel mooi dat het dit is geworden. En wat vind jij ervan dat het dit is geworden? Ja, nee, ja, ik vind dat natuurlijk prachtig. Ja. Dus het is gewoon... ik ben een beetje beduusd. Dus het is, ik wist het al eerder, want anders had ik niet om de hoek gezeten. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, nu ik jullie hier zie staan, vind ik het wordt het heel echt. Heel echt. Ja, ja, en nou, daar ben ik heel blij mee. Nou, je hebt een paar maanden tot en met oktober om het allemaal klaar te gaan maken. Hè? Dus dat wordt hard werken. Dat is keihard werk. Hè? Even mijn schoonmoeder. Ja. Want ik bedoel, ik heb het ervoor gehoord dat een beetje... Is er wel een link met Almelo? Ja, jouw er schoonmoeder. Er is degelijk een link. Daar is mijn link. Jouw kom schoonmoeder. Even. Kom maar even. Jouw schoonmoeder. Nou, u ook. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ik had het natuurlijk niet anders verwacht. Ja. Nee, want ik kom al 18 jaar in Almelo. Omdat mijn schoonmoeder hier is. Ja? Dus het is... Nou, is goed. Ja. Dus het is heel... En zij is heel blij. Als Rotterdamse. Ik? Ja. Ja, je woont in Rotterdam. Ja, ik woon in Rotterdam. Ja. Oké. Okay. Ik vind 8 een eervolle plaats. Het is niet meteen verkiesbaar, maar jij weet nooit hoe een koe een haas vangt. Ik heb op mijn affiche staan, ik ga voor de belangen van de mensen in Almelo. Ik denk dat Almelo als stad impulsen nodig heeft. En dat gaat over het werken. Dat mensen een plek vinden in het bedrijfsleven. Dat gaat over wonen, starters en ouderen. Dat gaat over het openbaar vervoer. En daar kan de provincie veel betekenen om Almelo daarbij te helpen. Ik zie dat hier toch heel veel mensen ook nog in de bijstand zitten. Mensen afhankelijk zijn. En ja, ik denk dat met onderwijs, begeleiding, werkervaring mensen aan het werk kunnen komen en kansen kunnen krijgen. En daar zou ik graag de provincie ook, dat zij daar ook dingen aan gaan doen. Ja. Je bent ook voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Partij van de Arbeid. Is dat te combineren als je gekozen wordt? Ja, dat is te combineren omdat je een politiek vertegenwoordiger bent in... de provincie en je bent hier actief in de partij. Dus dat bijt elkaar niet. Sterker nog, het is gewoon ook mooi om hier in Almelo actief te zijn. En te zorgen dat de afdeling goed functioneert. En dat je de mensen adviseert in de raad, noem maar op. Ik denk dat de Partij van de Arbeid met oprechte bedoelingen in het vorige kabinet het land uit de crisis gehaald heeft. Maar de Partij van de Arbeid heeft niet in de achteruitkijkspiegel gekeken. En de belangen van eigen mensen niet allemaal even goed behartigd. En daar zijn gewoon fouten gemaakt. En dat moeten we herstellen. En dat vertrouwen begint wel weer te komen, merk ik. Als ik hier de mensen op straat spreek, dan zijn ze welwillend. Af en toe ook wat kritisch. Maar daar zullen we toch echt hard aan moeten werken. Je deelt rode rozen uit, het symbool van de Partij van de Arbeid. Ja, en ik woon in de Rozenstraat. Dus dat is ook toepasselijk. Hè? Nou zijn deze niet uit eigen tuin. Maar het is wel heel erg leuk om de rozen aan te bieden. En dat... Ja, vinden mensen ook natuurlijk heel erg leuk en ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Dat maakt het ook even wat feestelijker en dat hoort bij de Partij van de Arbeid. Wat verwacht je? Kom je erin? Ik weet het niet. Het wordt best spannend. Ik denk dat veel mensen mij ook kennen. Hier in Almelo en in de rest van de provincie. Maar ik vind het belangrijk dat de partij een goede uitslag maakt. En als ik er niet in kom, dan blijf ik de partij steunen en blijf ik ook betrokken bij wat er allemaal gebeurt in de Staten. Hoe gaat het met de aquariumvereniging Bertha Smender? Nou, wij hebben in het verleden, dat praat ik over de jaren 80, hadden we 350 leden. Toen ik voorzitter werd, dat was een jaar of 16 geleden, waren er dus nog 100. Vorig jaar hadden we er dus nog 48. En dit jaar schieten we dus weer naar boven, gaan we naar de 55, 56. Dus dat betekent dat er een stijgende lijn zit in het aquariumwezen? Dat klopt. Wat voor bijzondere dingen zijn hier vandaag te bezien? Naast de tropische vissen, naast de aquaria, hebben we dus ook de kreeftjes, de slangen en de reptielen. Dus we hebben dus een compleet geheel van datgene wat wij dus in onze hobby uitoefenen. Ontsnapt er wel eens een slang? Dat gaat alleen via de tv eigenlijk. Dat hoor je dan af en toe.
Maar bij mijn weten is er bij ons dan ooit eens lang ontsnapt. Hebben jullie op het Sluidersveld hebben jullie een fantastisch depot. Is daar genoeg animo voor om dat in stand te houden? Daar is voldoende animo voor. We kunnen dus, omdat het dus een eigen depot is, kunnen we dus de zaak bij elkaar houden. Maar ons streven is om dus weer te gaan uitbreiden. In welk opzicht wil je uitbreiden? Gaat dat naar aanleiding van het aantal deelnemers wat je hebt, het aantal leden wat je hebt, of naar rato van het aantal dieren wat er ingebracht wordt? Nou, we gaan er vanuit. We hebben dus nu nog 4 of 5 aquaria in het natte gedeelte staan, zoals we dat dan noemen. Wij willen dat graag weer uitbreiden, maar daar hebben we dus meer activiteiten voor nodig. Dus we hebben dus ook meer leden nodig. Betekent wel dat je een hele actieve activiteitencommissie hebt. Dat hebben we zeker en daar ben ik ook heel trots op. En gelukkig met je aquarium- en terrariumvereniging Bertha's Menders. Heel veel succes verder. Ja, dankjewel. U staat hier heel belangstellend naar de slangen te kijken. Wat hebt u met slangen? Nou, ik vind ze ontzettend leuk, maar ik zou er zelf niet één willen hebben hoor. Maar waarom niet? Nou, ja, het kost ontzettend veel tijd volgens mij en ruimte. En ik vind het ook denk ik te eng om ze aan te pakken. Maar ik vind ze wel leuk om te zien. Als je dan ziet hoe of die mensen daar achter de kraan met die slangen omgaan en ze gewoon in de hand nemen, dan is het toch niet eng? Nee, dat zou je zeggen, maar toch. Ik ben altijd bang dat er wat misgaat. Dus, Hebt u iets met aquarium of terrarium? Hebt u zelf iets thuis wat... Nee, helemaal niet. Nee. Nee, ik ben hier eigenlijk gewoon omdat ik iemand begeleid die er wel interesse in had. Dus nee, ik heb er eigenlijk niet zoveel mee. Maar het is ontzettend leuk om hier rond te lopen en al die dieren te zien. Dat absoluut, ja. Dat is het zeker, ja. Als dagbladjournalist heb ik echt talloze, honderden vergaderingen meegemaakt. Gemeenteraden, commissies in Almelo en omliggende gemeenten. En nadat ik gestopt ben bij de krant, heb ik toch gevonden van ik ga nu eens mee op een andere manier met politiek bezighouden. En dat is dus niet de buitenkant, maar de binnenkant. Maar dan het waterschap. Ja, als er nou iets is wat belangrijk is momenteel, dan is het dat wel. Noem eens wat voorbeelden. Het klimaat, de droge zomer die we net gehad hebben. Dit is een van de kerntaken wat ons betreft van het waterschap. Dat we de verdroging tegen moeten gaan. En een tweede kerntaak zien wij schoon water, uiteraard. En droge voeten, want zoals iedereen wel weet... Zou ik zo denken, is dat Almelo het afvoerputje is van Twente. We hebben in het verleden grote overstromingen gehad in Almelo. 1946 was de laatste grote overstroming. Daarna heeft het waterschap actie ondernomen en heeft het lateraalkanaal aangelegd. En recentelijk nog de doorbraak. Dat zijn allemaal dingen die mij door de jaren heen hebben geïnteresseerd. En ik zie nog een heleboel uitdagingen voor het waterschap en voor ons als samenleving. Heb jij het idee dat de waterschapsverkiezingen leeft onder de Nederlandse bevolking? Nee. En ik... Hoe vervelend is dat? Hoe vervelend? Nou, dat is niet vervelend. Het is aan ons, de mensen die kandidaat zijn bij de waterschapsverkiezingen, om uit te leggen, steeds maar weer... Dat het wel belangrijk is, omdat er namelijk wat te kiezen valt. Wat zijn jouw speerpunten voor de komende tijd? Mijn speerpunten? Wij willen als CDA dat de waterschapslasten niet omhoog gaan. Dat wil zeggen wel met een inflatiecorrectie, maar verder niet omhoog. En dat willen wij bereiken door vast te houden aan 3 kerntaken. En dat is dus inderdaad weer de droge voeten, schoon water en de verdroging tegengaan. Ik ben bestuurslid van Almelo Sociaal. Dat is de beheersstichting waar een aantal organisaties onderdeel van zijn. Dat is onder andere de KRA, de WMO, de BGA en de COSBO. Dat zijn de 4 koepels binnen Almelo Sociaal.
En wat doet Almelo Sociaal, zeg maar, voor de mensen in Almelo zelf? Nou, Almelo Sociaal probeert zowel individuele als collectieve belangenbehartiging te doen. Met name voor de mensen die problemen hebben met inkomen, problemen hebben met de uitkering, problemen hebben met de huisvesting. Dat is eigenlijk de kerntaak waar Almelo Sociaal mee bezig is. Dus, en proberen activiteiten te ontwikkelen, neer te zetten. Die vier die zijn er al, maar ook om te kijken van en wat kun je nog meer doen voor de Almeloers. En daar past zeg maar, het programma Automaatje. Almelo Sociaal heeft daar het initiatief toegenomen. Het is van, en het blijft ook van de ANWB, maar het automaatje past heel goed in met name het speerpunt mobiliteit, wat de organisatie Almelo Sociaal heeft, omdat wij zeggen van, als je mensen wilt helpen, dan moet je ze ook uit een isolement halen en mobiliteit draagt daartoe bij. Dit automaatje werkt alleen binnen de gemeente Almelo, dus ja. Zijn ook alleen maar Almeloers die met andere Almeloers rijden. Maar als je bijvoorbeeld naar Groningen wilt of zo, dan is dat allemaal bespreekbaar. Maar wat we natuurlijk ook willen, is dat mensen prettig leven, goed leven. Dat ze leuke dingen kunnen gaan doen. En automaatje moet er in principe in bijdragen dat de Almeloer, die niet voor elkaar krijgt om op eigen gelegenheid ergens naartoe te gaan, die het niet kan betalen, geen auto heeft, bijvoorbeeld de meneer van 75 die geen rijbewijs meer heeft, de mevrouw wiens partner is overleden ook geen rijbewijs heeft, iemand die het been gebroken heeft, die kunnen ze dan melden bij automaatje. En dan gaat automaatje gaat op zoek naar een chauffeur in de directe omgeving. Die chauffeur gaat dan met de eigen auto, gaat hij met meneer of mevrouw op stap. En daar wordt een kleine vergoeding voor geregeld. En dan moet de meneer, mevrouw die gebruik wil maken van het automaatje, moet dat betalen aan de chauffeur. Maar het gaat maar om hele kleine bedragen. Dus het is, eigenlijk kan op dat moment iedereen zou daar gebruik van kunnen maken. Maar het is natuurlijk bedoeld voor mensen die geen vervoer hebben en die het niet kunnen betalen. Het is ook niet voor mensen die een voorziening hebben van de gemeente of van een UWV die een vervoersvoorziening hebben. Daar is het ook niet voor bedoeld. De waterschappen zijn nu extra belangrijk. U weet dat klimaatverandering aan de hand is. Er is een duurzaamheidsprogramma landelijk in opzet. En wie moet dat uitvoeren? Vooral waterschappen. Want waterschappen moeten zorgen dat de klimaatverandering beheersbaar blijft. Ik denk dat die daar een hele grote bijdrage aan moeten leveren. En daar heb je wel mensen nodig die goed voldoende kundig zijn. En die ook progressief denken, want er moeten echt behoorlijke stappen gezet worden in het beheersbaar maken van de te lange droge periodes en de hoge hittes. Maar ook in een klimaat in een stad waar alles versteent, is het nodig dat daar stenen uitgaan en dat het water weer in de bodem kan zakken. Zodat die enorme grondwaterstandverlaging die we als gevolg van de droogte van vorig jaar gehad hebben, dat dat niet meer gaat voorkomen. Dus daar moet echt duurzaam waterbeheer gepleegd worden. En daarvoor ben ik dan kandidaat voor de team Water Natuurlijk. De waterschappen hebben nooit zo enorm geleefd, maar dat heeft te maken dat het waterschap eigenlijk altijd zijn werk zo heel goed doet. U trekt uw wc door en het gaat allemaal vanzelf naar de goede plek toe en het wordt gezuiverd. En het gezuiverde water komt weer in het oppervlaktewater terecht en de visjes blijven daar gewoon rondzwemmen. Dus het gaat allemaal maar goed. Alleen toch zijn er heel veel verborgen problemen. Onder andere met hormonen, medicijnen, al dat soort restanten die allemaal in het oppervlaktewater terechtkomen. En daar moet nog een enorme zuiveringsstap gemaakt worden. En zuivering is ook een belangrijke taak van het waterschap. Er gaat heel veel geld naartoe en de burgers betalen er allemaal aan mee. En daar moeten stappen gemaakt worden, want kijk bijvoorbeeld naar amfibieën. Amfibieën die kunnen door een te hoge hoeveelheid hormonen in het water kunnen die omseksen, waardoor er eigenlijk geen nieuwe generaties amfibieën meer komen. En dat verlaagt de biodiversiteit. En dat willen we samen niet. Gaan jullie ook naar het stembureau? Wij gaan naar het stembureau, zeker weten. En dan voor waterschap? Voor allebei. Nou, als je praat over klimaatverandering, ik denk dat de media eens een keer moet uitleggen dat klimaat wat anders is dan weer. Klimaat is een gemiddelde van 30 jaar weer. En als je dat optelt, dan moet je niet in paniek raken als we nu 2 dagen heel veel regen hebben en dan in februari een paar dagen heel warm. Want dat zijn normale schommelingen van de natuur.
En die kunnen elk jaar wel een keer voorkomen. Het kan ook weer een aantal jaren niet. En die droge zomer van vorig jaar kan ook weer een paar jaar niet. Maar als je alles bij elkaar optelt, dan is de laatste 30 jaar wel heel langzaam een tendens te zien dat het steeds wat warmer wordt. En dat is wel beangstigend, want als het warmer wordt, krijg je ook weer meer waterverdamping, grotere plensbuien. Dus dan heb je wel een probleem met het huidige rioolstelsel onder andere en met het slotensysteem. Dat allemaal weer groter gemaakt moet worden, anders ingericht. Dus we blijven er wel mee bezig. Ja. Mijn naam is Rob Mulder en ik ben voorzitter van GroenLinks in Almelo. En u bent kandidaat voor de Provinciale Staten? Dat klopt, ik ben ook kandidaat voor de Provinciale Staten. Ik sta op nummer 26 van de lijst. GroenLinks heeft de langste lijst van alle partijen. We hebben 47 kandidaten, dus als plaats 26 is, ik ben een lijstduwer. Mijn belang is om zoveel mogelijk mensen van GroenLinks in de Staten te krijgen. Dus we kunnen niet allemaal een plek krijgen of we moeten duo-banen gaan creëren. Vindt u zelf dat u nog een kans maakt? Heel eerlijk gezegd maak ik nu niet direct een kans. GroenLinks maakt wel veel kans op het verdubbelen van het aantal zetels. We hebben er nu 2. 4 of 5 zou mogelijk moeten zijn. Daarom staan we nu een beetje te verkleumen op de markt om toch onze stemmen binnen te krijgen. Ik wil mij graag hard maken voor zaken die in de provincie spelen. Mensen denken heel vaak dat het niet te maken heeft met hun eigen gemeente. Maar heel veel projecten overstijgen de randen van de gemeentes. Zoals subsidies voor kunst, spoorlijnen. Er zijn heel wat onderwerpen zeg maar, die over de grenzen van de gemeente heen gaan. Als je alleen al kijkt naar de bereikbaarheid van Almelo... Ik vind dat Almelo bereikbaar moet zijn. Ik vind ook dat de weg naar Groningen door middel van een spoorlijn moet komen. Ik vind het heel belangrijk dat Almelo gezien wordt. Almelo ligt eigenlijk heel centraal. We liggen dicht bij Duitsland. Zakenmensen hier hebben het wel eens het hart van Europa genoemd. Ik vind dat heel belangrijk en ik denk dat mensen het onderschatten hoe centraal wij liggen. Het allerbelangrijkste toch wel kunst en cultuur. Ik ben zelf muziekdocent en ik geef les op een middelbare school. En ik vind het heel belangrijk dat jongeren de kans krijgen om muziek te maken op school. En vakleerkrachten ontlasten ook heel erg de werkdruk van de basisschooldocenten. Gelukkig is daar geld voor gekomen, ook dankzij Arie Slob. Dat ontlast leraren van werkdruk. Dus meer muziek in de klas vind ik heel belangrijk. De bereikbaarheid vind ik wel belangrijk, die noemde ik net wel. Ik vind het ook heel belangrijk dat we toch in Almelo ook bewust worden van het klimaat. Want we moeten niet achter de feiten aanlopen, maar we moeten er wel bij zijn. Want het is heel belangrijk voor de burgers dat ze weten, nou, hoe ver is de gemeente er nou mee en wat voor keuzes kan ik dan maken? Want heel veel mensen vragen zich af, ja, leuk allemaal die klimaatregelingen enzovoort, maar wat moet ik daar dan mee? Ik wil ook wel zonnepanelen, maar hoe dan en hoe ga ik dat betalen? Nou, dat vind ik belangrijk, dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Onvervreemdbaar. Dit wordt ons niet ontnomen. Lezen en ademloos het blad omslaan. Ver van de dagelijksheid vandaan. Die lezen mogen eenzaam wezen. Ze waren het van kinds af aan. Hen wenkt een wereld waar de groten, de tijdlozen voortbestaan.
tot wie wij kleine mogen gaan. De enige die ons nooit verstoten.